Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, ik heb weer heel veel te vertellen. Trouwens, mocht u op de achtergrond wat andere geluiden horen dan normaal, er wordt nog steeds gewerkt aan de balkons. Dat is al 6 maanden zo, vanaf april. Het einde, ja, ik weet het niet, het zal nog 1 week of 3 duren, denk ik. Er moet nog glas in, er moeten nog allerlei dingetjes gedaan worden. Er hangt nu wel een balustrade waar dat glas dan tussen moet worden gezet, maar ik heb nog geen glas gezien en iedereen is kwaad in het gebouw op de aannemer, omdat dat 6 maanden moest duren en het hele zomerseizoen niemand het terras of het balkon heeft kunnen gebruiken. Maar goed, als het klaar is, dan hebben we 21 vierkante meter balkon. En dan heb je wat, zeg ik dan. Maar goed, het weer vandaag, ja, het is een stuk frisser dan gisteren hoor. Waar het gisteren rond deze tijd zo'n 37 graden was, is het nu slechts 35 graden. Het verschil is duidelijk niet te merken, moet ik u zeggen. Het is nog steeds bloed en bloedheet. En dat blijft de hele week zo. Er zal weinig of geen verandering in komen. Misschien een graadje meer, misschien een graadje minder, maar goed. We doen het er maar mee, zullen we maar zeggen. Wel is de verwachting dat na het weekend de nachten iets koeler gaan worden. In plaats van 26 zou dat er tussen de 22, 23, 24 graden kunnen zijn. Wat al behoorlijk wat frisser is. Dat merk je dan 's morgens vroeg wel. Ja, en dan joods.nl. Wij hebben gisteren natuurlijk constant artikelen online gezet over de situatie in Noord-Israël. En wat blijkt? Ja, de situatie in Noord-Israël was iets anders als dat iedereen dacht en iedereen vanuit ging. Het blijkt namelijk dat de IDF een, ja, ik noem het maar, een toneelstukje opvoerde. Zij waren namelijk een aantal uren van tevoren al op de hoogte van de geplande of de te plannen aanval van Hezbollah. En wisten dus ook precies waar die raket zou neerkomen, in welke militaire basis. Wat hebben zij gedaan? Zij hebben daar een oude panzerauto neergezet, een gesloten panzerauto. Met het bordje ambulance erop en verder niks. Geen Davidster zoals gebruikelijk. Geen zwaailichten. En daar hebben ze 2 poppen in gezet. En wat gebeurde er? U kunt dat zien in de video op joods.nl. De panzerwagen werd geraakt door een anti-tank raket van Hezbollah. En ja, iedereen dacht een direct hit, zoals dat dan wordt genoemd. Daarna heeft de IDF natuurlijk als excuus hiervoor een 100-tal mortieren op een Zuid-Libanees dorp en omgeving afgevuurd. En toen kwamen er video's en foto's online. Natuurlijk van wat brandjes bij dat Libanese dorp, maar ook van de getroffen panzerauto of ambulance, zo u het mag noemen. En daarna werd er een video online gezet, u kunt dat ook op joods.nl zien, in het artikel wat er vanmorgen opkwam, vanmorgen vroeg, waarin 2 gewonde IDF-soldaten werden afgevoerd naar een helikopter. En later werd er een video online gezet waarin de aankomst van de helikopter bij het Rambam ziekenhuis in Haifa uitvoerig werd gefilmd uit allerlei hoeken. En vervolgens, wat gebeurde er in Libanon? Hezbollah en de Libanese media begonnen uitvoerig te beschrijven hoe succesvol de aanval was geweest en dat er Israëlische soldaten gewond waren. Hezbollah ging zelfs zo ver door te zeggen dat zij verantwoordelijk waren voor de succesvolle aanval en de gewonde Israëlische soldaten, doordat Hezbollah-strijders met succes een IDF-voertuig bij de militaire basis Avivim
hadden vernietigd. En dat de soldaten die in het voertuig zaten gewond waren. Of misschien volgens de Hezbollah-media zelfs wel dood. Hezbollah maakte er zelfs een punt van door te zeggen dat ze de IDF niets in de weg zouden leggen om de slachtoffers te evacueren. De IDF speelde het spel nog even door en weigerde commentaar te geven op wat er was gebeurd. Een paar uur later werd meegedeeld dat er geen slachtoffers waren gevallen bij de Hezbollah-aanval. Want kort nadat, nadat die helikopter bij het Rambam ziekenhuis was geland, werd er door de IDF en op social media al gemeld dat beide slachtoffers, beide gewonden, waren onderzocht en uit het ziekenhuis waren ontslagen omdat hun verwondingen meevielen. En dan gisteravond laat bleek dus dat de hele operatie fake was. De IDF hoopte dat Hezbollah zou denken dat ze slachtoffers hadden gemaakt en dat voorlopig voldoende telde als vergelding voor Israëlische aanvallen eerder deze week. Hamas-baas Ghanieh prijsde Hezbollah de hemel in voor de aanval op Israël, waarbij twee poppen dus gewond raakten, maar dat wist hij dus niet. Hij was als een kind zo blij dat het Hezbollah gelukt was. Of dit de volgende keer zal werken, ja, dat moet je natuurlijk nog maar afvragen. Want eerder verleden week, ja, het werkte de tweede keer eigenlijk. Want eerder van de week, afgelopen week, verschenen er foto's op social media van de IDF. Waarin oude legerjeeps langs de grens geparkeerd stonden met Libanon. Waarin ook poppen zaten. Dus Hezbollah had het kunnen weten. Ook toen dacht namelijk Hezbollah dat het in eerste instantie echte soldaten waren. En ze begonnen er zelfs op te schieten. Of dit hele toneelstuk van de IDF nu heeft bijgedragen aan het verminderen van de spanning. Ja, tot nu toe vandaag blijkt dat het een stuk minder is, de spanning. Maar het gevaar is nog niet geweken. Want volgens de krant Asharq al-Afsad, die banden met Hezbollah heeft, was de aanval van gisteren de wraak voor de IDF-aanval op een Iraanse basis met zelfmoorddrones. Er zou nog een Hezbollah-aanval komen als wraak voor de twee drones op Beirut verleden week. We zullen het zien, we wachten het af. De IDF is in ieder geval op alles voorbereid. En terwijl Libanon, Amerika en Frankrijk om hulp vroeg gisteren om de gevechten tussen Hezbollah en Israël te stoppen, kreeg het land van Bahrein en later van de minister van Buitenlandse Zaken van de Golfstaten kritiek op het feit dat ze Hezbollah hun gang laten gaan. Ja, Golfstaten en Bahrein die zijn natuurlijk ook geen vrienden met Iran. En iedereen weet dat Iran hier de grote dirigent op de achtergrond is. Maar goed, het was een leuke stunt. Het viel mij op trouwens dat in de Nederlandse media, je zou haar zeggen zoals gebruikelijk, dit hele verhaal, ja, ik ben het niet tegengekomen. Ik heb bij de NOS-site gekeken en daar staat er niets van. Daar staat gewoon dat er mogelijk gewonden waren. Ik ben het nog niet tegengekomen, maar goed, vind ik ook eigenlijk niet zo belangrijk. De rust is terug, zei Unifil. Nou, ga er dan maar vanuit dat de spanning aan de grens met Libanon niet is afgenomen. Neemt u dat maar van mij aan. Het leven gaat weer gewoon door daar aan de grens. De wegen zijn weer open. Die waren gisteravond al open gegaan. Schuilkelders zijn weer gesloten. En mensen doen hun normale werk. Alleen precies op de grens landbouwwerkzaamheden. Ja, dat is nog een beetje moeilijk, maar als het een paar dagen rustig blijft, zal dat ook weer normaal gaan worden. En dan op joods.nl, de Israëlische hardloopster Lona Gemtai Salpeter verbrak het Europese record op de 10.000 meter voor dames gisteren tijdens wedstrijden in Tilburg, jawel, en finishte in een tijd van 30 minuten en 4 seconden. En daarmee verbrak ze het record wat sinds 2003 op naam stond van de Britse Paula Radcliffe. En dat verbrak ze met maar liefst 0,17 seconden. Ik vind dat een wereldprestatie. Zij was er zelf nogal nuchter over en ze zei, ach, het is een goede voorbereiding
voor de wereldkampioenschappen later deze maand. U kunt het allemaal lezen op joods.nl. Ja, en dan weer een tegenvaller voor de Israëlhaters, zal ik maar zeggen. Want de Israëlische Arabische arts, vrouwelijke arts, dokter Shaden Salameh, is de eerste vrouwelijke Arabische arts die de spoedeisende hulp van een groot ziekenhuis gaat leiden. En een groot ziekenhuis is het. Het is namelijk het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem Ein Kerem. Behoort tot een grotere ziekenhuis. Het is ook een universitair ziekenhuis. En zij heeft nu de leiding gekregen over de spoedeisende hulp. De emergency room, zoals ze dat op mooi Engels zeggen. Ja, dat is toch een mijlpaal. Zij is ook getrouwd met een arts en ze hebben 3 jonge kinderen onder de 6 jaar. En ze maakt er helemaal geen punt van. Er staat een interview met haar in het artikel op joods.nl. En ja, ik zou zeggen, mazzel tov en maak er wat van. Maar voor Israëlhaters, ja, weer een tegenvaller. De derde bewijs wat wij in 4 dagen online zetten over de zogenaamde apartheid in Israël, die er dus gelukkig niet is. En dan Hamas-leider Ghaniyeh. Hij heeft een brief geschreven aan Iran, waarin hij hun bedankt voor hun onvoorwaardelijke steun aan de strijd tegen de Zionistische bezetter. Nou, ik heb het al vaker gezegd, Gaza wordt niet bezet gehouden door Israël. In Gaza zijn 2 stoffelijke overschotten van 2 Israëlische soldaten. Dat zijn de enige soldaten die in Gaza zijn. Er is een delegatie een aantal weken geleden in Teheran geweest. En de hulp die Teheran aan Gaza geeft, die wordt vergroot van 100 miljoen naar 360 miljoen per jaar. En daarnaast kunnen ze alle wapens krijgen die ze maar nodig hebben om de Zionistische bezetter te kunnen verslaan. Ja, het toont even aan weer hoe Iran bezig is. En dan op joods.nl de Iraanse judoka Sayed Molay. U weet, die is in Duitsland achtergebleven na wedstrijden en hij weigert voor Iran langer uit te komen. Omdat Iran hem verbood uit te komen tegen de Israëlische judoka Tsachi Muki, die verleden week wereldkampioen werd. In de halve finale moest deze Iraanse judoka tegen een Belgische collega vechten. En hij kreeg de opdracht die wedstrijd te verliezen, omdat hij anders in de finale zou staan tegenover een Israëlische judoka. Hij heeft dat toegedaan en is het team uitgevlucht en is in Duitsland nu en zegt: ik ga nooit meer voor Iran judoën. Ik kom uit vanaf nu onder de vlag van de Olympische Spelen. Of de Olympische vlag. Ja, Iran. Mensen, ik heb met die mensen te doen, de mensen die van goede wil zijn en die daar wonen. Want deze Iraanse judoka ook, hij zei, ja, het is een sportieve strijd, laat ik het op een sportieve manier gaan beëindigen. En dan zien we wel wie er wereldkampioen wordt. En dan op joods.nl, het ICC in Den Haag, u weet wel, de rechtbank van de Verenigde Naties. Die heeft het al 2 keer eerder geprobeerd, het is 2 keer niet gelukt. En nu gaan ze voor een 3e keer proberen Israël aan te klagen over de flotilla uit 2010, waar het Russische schip Mavi Marmara bij betrokken was. De hoogste kamer van beroep van het internationale strafhof in Den Haag heeft besloten de zaak opnieuw te openen, waarin Israël wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden, omdat er tijdens de entering van dat schip 10 doden vielen. En waardoor vielen die? Ja, de mensen stonden klaar. U kunt dat zien op een video in dit artikel op joods.nl. Mensen stonden klaar met messen, houwelen, knuppels, nou noem maar op. IDF-soldaten of mariniers die vanuit een helikopter werden, die landden vanuit een helikopter op het schip. En die werden aangevallen. Die werden zelfs gegijzeld en daarop is een schietpartij gevolgd.
Ja, en daar zijn die 10 doden bij gevallen. Israël heeft wel een aantal jaren geleden al $20 miljoen aan de nabestaanden betaald. Om, ja, eigenlijk uit coulance, om te hopen dat de zaak, de diplomatieke met betrekkingen met Turkije, niet uit de hand zouden lopen. Die Mavi Marmara maakte namelijk deel uit van een door een Turkse, ja, human rights organisatie georganiseerd flotilla. Wat op 1 juni 2010 dus wilde proberen de blokkade van Gaza te doorbreken. U kunt het allemaal lezen, het hele verhaal uitgebreid met foto's en video op joods.nl. Trouwens, ik moet erbij bij opmerken dat een door Israël ingestelde commissie en een door de Verenigde Naties ingestelde commissie, de Palmer-commissie, onafhankelijk van elkaar Israël hadden vrijgesproken van oorlogsmisdaden, omdat ze allebei onafhankelijk van elkaar zeiden: het is duidelijk zelfverdediging geweest. Ja, dat nu het ICC voor een derde keer dit gaat proberen, ja, ik krijg er een beetje nare smaak van in de mond. Het lijkt wel of het een anti-Israël actie is van het ICC. Verenigde Naties zijn nou niet echt in al die commissies zo pro-Israël, om het maar netjes te zeggen. En dan op joods.nl, herinnert u zich nog, een paar weken geleden hadden wij een artikel waarin het hele verhaal uit de doeken werd gedaan dat Marokko een holocaustmonument zou krijgen. Dat werd er gebouwd, daar was men al een jaar mee bezig. En wat is er gebeurd? Er zijn activisten in Marokko geweest en die hebben geklaagd bij de autoriteiten en gezegd: als er een holocaustmonument komt, dat betekent normalisatie van de banden met de staat Israël. En dat willen wij niet. En daarop hebben de Marokkaanse autoriteiten het holocaustmonument vernietigd. De video kunt u op joods.nl zien. En dan even toch wat politiek. U weet, we zitten 2 weken van de verkiezingen, 17 september. En dat zijn de tweede verkiezingen binnen een half jaar. En Netanyahu die doet er alles aan om rechtse kiezers aan zich te binden. Hij begon met die annexatiepraatjes over de Westbank. Nu beschuldigt hij de media van terreur tegen hem wegens het publiceren van stukken waaruit bewijs tegen hem zou blijken in die corruptiezaken. Daarnaast zijn vandaag de eerste hoorzittingen begonnen in een van die corruptiezaken. Een grote corruptiezaak waar hij bij betrokken is. De mensen, hij nog niet. Hij komt zelf op 2 en 3 oktober in die hoorzitting. Dat is dan een hoorzitting voorafgaand aan de definitieve beslissing om rechtszaken te beginnen. Zo werkt het systeem hier. Hij wringt zich in alle bochten om daar onderuit te komen. Er wordt ook weer gesproken om hem immuun te maken, zolang hij maar een meerderheid in de Knesset daarvoor zou kunnen krijgen. Het is een beetje een zootje, vind ik zelf. En hij is duidelijk in paniek. Dat kan je aan elke keer als je het op televisie ziet of op video's of op social media. Ja, hij probeert zich in alle bochten te wringen om maar weer te winnen. We zullen het zien over 2 weken. Wat opvallend is dat Blue and White, de leiders, zich niet in die gekkigheid laten meeslepen. En dan nog iets. Hij beschuldigt Blue and White van zijn de links en linkse activisten. Hij vergeet er alleen bij te zeggen, Netanyahu, dat de 3 voormalige opperbevelhebbers van het leger, die de top van Blue and White zijn, door hem waren benoemd als commandant van de IDF, als opperbevelhebber. En een ander, Bogie Yaalon, die werd door Netanyahu benoemd als minister van Defensie een aantal jaren geleden. En nou zou diezelfde man opeens een linkse activist zijn. Nou, dat wordt hier niet geloofd. Mensen zijn niet echt dom namelijk. En dan iets wat toch wel een beetje verontrustend is. De extreemrechtse settlerpartij Otzma Yehudit. En die zijn echt niet te pruimen. Die zit tegen de kiesdrempel aan. Die zit zo rond de 3%. De kiesdrempel is 3,25%. Maar in de peilingen schommelt hij nou rond de 3%. Ik mag toch hopen dat die niet in de Knesset komen. En dan, Honduras heeft een handelskantoor in Jeruzalem geopend.
en die hebben ze een diplomatieke status gegeven. Sarah Netanyahu zegt, dat is mijn werk geweest, ik heb daarvoor gezorgd. Ik dacht niet dat zij voor de regering werkte, maar goed. En Netanyahu die gebruikt het als een van zijn verkiezingsitems. Social media staat er bol van. Maar het is gewoon een diplomatiek kantoortje, één ruimte van een aantal vierkante meters, waarbij een paar ambtenaren komen te zitten. Die moeten kijken of er handel gedaan kan worden tussen Honduras en Israël en Israël en Honduras. Maar goed, soms is een kind blij met een heel klein snoepje. En dan de rabbijn, de Power Synagoge rabbijn uit Amerika, die verloor verleden jaar bij een terreuraanslag, of dit jaar bij een terreuraanslag moet ik zeggen, een vinger. En die heeft nu een prothesevinger gekregen, die is echt niet van echt te onderscheiden, u kunt het zien op mijn Twitterlijn. En die haalt hij dus 's avonds af. Heel grappig, u moet het maar even lezen. En dan de voormalig baas van de Bank of Israel, Stanley Fischer. Die heeft ook nog een tijdje nadat hij heeft een dubbele nationaliteit, Amerikaans en Israëlisch, heeft hij nog een tijdje bij de Amerikaanse FED gezeten als onderdirecteur. En die zegt in een interview dat hij bezorgd is over die handelsoorlog die Trump is begonnen tegen China. Want, zegt hij, de hele wereldeconomie is in groot gevaar en kan à la minuut instorten door deze handelswijze van Trump. Hij keurt het ten zeerste af. Hij zegt, je kan geen handelsoorlog zoals Trump die op dit moment voert gaan doen. De wereldeconomie, zegt hij, is te fragiel. En we willen toch echt niet terug naar een situatie die we in 2008 hebben gehad, toen de hele wereldeconomie instortte. Ja, ik acht hem hoog. De man heeft hier uitstekend werk verricht. En ook bij de Fed in Amerika uitstekend werk verricht. Het is een man die niet dom is en die weet waarover hij praat. En als hij dit soort uitspraken doet, dan mag je echt wel ervan uitgaan dat de situatie ernstig is op economisch gebied. Dat brengt mij alweer tot het einde van deze podcast. Ik moet u zeggen, de situatie is heel normaal in Israël. Mensen doen hun ding. Er wordt weinig meer gesproken over wat er gisteren gebeurd is. En we zijn allemaal weer bezig met de dingen die we moeten doen. Wij van joods.nl zijn een aantal dingen, leuke dingen aan het voorbereiden. Dat zult u volgende week vanzelf al merken. Er komen een aantal hele mooie artikelen op joods.nl aan. En nogmaals, ik had het gisteren al gezegd, we zijn overweldigd een beetje. We zijn toch wel een beetje met de mond open van hoe kan dat allemaal? Maar het aantal bezoekers per dag, het loopt nu echt in de tienduizenden per dag op joods.nl. En we vinden dat fantastisch. We werken er hard voor met z'n allen. Ja, ik weet het. Maar we zijn blij om het te kunnen doen. En we zijn blij dat zoveel mensen vertrouwen hebben in wat wij doen en de informatie die wij verschaffen. Want wat wij doen is, we geven de informatie zoals die is. Niet gekleurd, niet volgens onze ideeën, maar gewoon zoals het nieuws is. En dat is de enige manier waarop je nieuws kan brengen, dachten wij zo. Goed, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 2e september alweer, toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik, zoals altijd, tot ziens, tot morgen.